vandaag hebben we onze grootste unboxing ooit. De DJI Flycar 30. Begin januari heeft DJI de Flycar 30 aangekondigd. De eerste cargo drone van DJI. Deze valt onder DJI Delivery en dat is een compleet nieuwe afdeling geworden, dus het zal ongetwijfeld niet het laatste toestel zijn wat we van DJI Delivery zien. Het toestel is gebaseerd op een AGAS toestel, omdat dat al grote drones waren die DJI produceren. Maar er zijn wel een heleboel dingen anders die specifiek zijn aangepast op de cargo toepassingen. En daar gaan we vandaag een eerste blik op werpen. We beginnen even bij een klein stukje accessoires, bij de batterijen en de oplader. De oplader voor mensen die een AGAS toestel hebben komt heel erg bekend voor. Lijkt er qua model heel erg op, maar het is wel de krachtigste lader tot nu toe. En dat heeft ermee te maken dat hij twee voedingen erin heeft zitten die per stuk tot maar liefst 3600 watt kunnen trekken. Dus deze lader kan met 7200 watt continu laden. Dat betekent ook dat als je hem gebruikt, dat je de twee stroomsnoeren aan de achterkant in twee aparte stroomgroepen moet aansluiten. Om ervoor te zorgen dat hij dat vermogen kan trekken, anders gaan de meeste groepen er standaard uit. Op het moment dat je hem binnen gebruikt, dan kun je hem ook gewoon met slechts één stroomsnoer in een vrije groep aansluiten. Duurt het opladen wel iets langer, maar dan kun je dus ook met één stroombron laden. Als je niet de beschikking hebt over twee losse vrije groepen. Nou, daarnaast hebben we de batterijen. Dat zijn deze batterijen. En ook dit zijn flinke units. De batterijen zelf zitten rond de 60 volt en 38.000 mAh. Wat neerkomt op dat hij bijna 2 kW aan batterijvermogen is. Ze zitten in een metalen behuizing en hebben daardoor ook veel koelelementen erin zitten. En deze batterijen zijn gereed tot maar liefst 1500 cycles. Dus dat is een hele hoop. Die gaan we zo bovenin doen. En alleen deze batterijen al wegen bijna 10,5 kilo per stuk. Nou, dan hebben we natuurlijk de Flycard zelf. En hoewel het nu al een heel groot ding is, wordt hij nog een slagje groter op het moment dat we hem daadwerkelijk gaan uitvouwen. Dus dat gaan we bij deze ook even doen. Er zitten van deze schuimpjes op om de propellers vast te houden. Hier zitten klemmetjes op het frame waar de armen mee vastzitten in de transportstand. Die armen die klappen uit. En dan zit hier een klikmechanisme die je induwt. En die tweeledig vastklikt. Het armpje klikt vast, maar er zit hier ook nog een hendeltje die hem vergrendelt, zodat hij niet los kan springen zonder dat dat hendeltje losgaat. Nou, dan gaan natuurlijk de schuimpjes eraf. En dan als je de propellers begint uit te vouwen, wordt eindelijk pas duidelijk hoe groot die Flycard eigenlijk is. Alleen die propellers al hebben een doorsnede van meer dan een meter. Het zijn 54 inch props. Dus dan kom je op ongeveer 1,30 meter diameter uit. En dat is een hele flinke afstand. Dat betekent dat de diameter van één propeller eigenlijk hetzelfde is als de complete diameter van een M300. Nou, ook deze kant klikken we de lokjes vast. Klappen we de propellers uit. En als laatste natuurlijk hier aan de achterkant. En dan is de Flycard volledig uitgeklapt. Dan gaan we even langs het toestel lopen. Beginnen we bij de armen. We hebben natuurlijk gigantische motoren en props. Maar daar hebben we ook een grote regelaar voor nodig. En die zit gelijk hier op de arm bij de motoren. Om de kabels en die motoren zo kort mogelijk te houden. En daarnaast krijgen ze dan ook gelijk een goede hoeveelheid koeling van de hoeveelheid luchtstroom die er van de motoren afkomt. Als we dan naar het midden van het toestel gaan, dan beginnen we eigenlijk aan de voorkant. We hebben onze FPV-camera zitten. Die gebruiken we natuurlijk zelf ter referentie voor waar we naartoe vliegen, maar die wordt ook gebruikt op het moment dat je wil landen of cargo met de lier wil droppen om er recht naar beneden te kijken waar dat terecht komt. Daarnaast zitten er vision sensoren, die zitten zowel hieronder als hierboven, dus die zitten allebei onder een kleine hoek, zodat ze gezamenlijk, ook als het toestel goed naar voren kantelt, goed vooruit kunnen kijken en een stukje naar beneden kunnen kijken. We hebben hier een aantal lampen zitten, die gaan automatisch in het donker aan, zodat die vision sensoren ook in het donker goed blijven werken. Maar alleen die visiesensoren, zeker in het donker, zijn lang niet altijd genoeg. En daarom hebben we ook deze radar zitten. En die radar die draait eigenlijk rond in die tube en die kijkt daardoor volledig rondom. En die kan tot maar liefst 200 meter afstand detecties doen.
En die is daar ook niet afhankelijk van licht, dus die doet dat ook in volledige duisternis of schaduw. En zo'nzelfde radar zit ook nog aan de achterkant van de flycar, maar dan een kwartslag gedraaid, zodat die naar onder en naar achter kan kijken. Zodat eigenlijk volledig rondom aan alle kanten van het toestel in de radardekking zit en aan de voorkant ook nog die extra toevoeging van de vision sensoren zit. Nou, als we dan verder kijken, dan zien we hier aan de voorkant de antennes zitten. Die zitten op alle vier de poten voor de RF-verbinding. En hieronder is het toestel ook voorbereid voor een 4G-verbinding, maar dat is iets wat later dit jaar beschikbaar komt. Als we dan naar de bovenkant van het toestel gaan, dan hebben we allereerst aan de voor- en aan de achterkant de battery bay zitten. Hierachter had ik al een batterij erin gedaan. En aan de voorkant zal ik die er nog even bij doen. Die klikt daar zo in. En die zit met zo'nzelfde quick release vast om hem weer eruit te trekken. In het midden zit het parachutesysteem. En het parachutesysteem is eigenlijk een compleet op zichzelf staand systeem. Dus er zit onder andere een eigen interne batterij in. Dus mocht het hele toestel uitvallen, dan werkt het parachutesysteem nog steeds. Er zit ook een alarm in, dat als de parachute is afgegaan, dat die begint met piepen. En er zit hier aan de voorkant een grote witte lamp, net zoals aan de voorkant zit. Dat op het moment dat die parachute afgaat, dan begint die lamp te knipperen in de parachute. Zodat als dat in het donker zou gebeuren, dat je een goede lichtgevende parachute naar beneden ziet komen. Zodat ook als het toestel dus volledig van de stroom afgaat, die altijd goed zichtbaar blijft. Nou, nog wat verder naar achter vinden we de RTK GPS-antennes, zoals we die ook op andere toestellen kennen. Want het toestel is ook volledig voorzien van RTK GPS. En dan loop ik even naar de andere kant toe, want dan gaan we naar het midden van het toestel. En dat is natuurlijk waar het uiteindelijk in hoofdzaak om draait, de cargo box. Dit is waar die standaard mee komt. Dit is een 70 liter cargo box. En zoals je ziet hangt die eigenlijk een beetje los in het frame. Hij kan een klein beetje bewegen en hangt die aan vier dikke bandjes. Die bandjes die zijn weer verbonden met gewichtssensoren. Dus op elke hoek zit een gewichtssensor. En op die manier kan het toestel A meten hoeveel gewicht aan cargo er in het toestel zit. Maar daarnaast kan die daarmee ook meten waar het zwaartepunt van de cargo ligt. Dus mocht er dan bijvoorbeeld iets in liggen wat veel te ver naar voren of naar achter ligt, naar de zijkanten, dan geeft hij dat aan in de app, zodat je kunt zorgen dat de payload goed in het midden ligt. Nou, daarvoor hebben ze ook dit matje erin gemaakt, ter visuele referentie wat het midden van het zwaartepunt van de box is. En daarnaast zit, als we hem uit de doos halen, in de cargo box de afstandsbediening. Dat is de RC Plus, die we ook kennen van onder andere de M350 en de M30. Maar die zit in dit kleine losse koffertje, waar we de RC Plus vinden, de remote controller strap en de USB-C kabels en de USB lader om die op te laden. De RC Plus is qua remote hetzelfde, alleen qua software niet, net als dat we dat bij andere toestellen zien. Dus de RC Plus voor de flycard is echt dedicated voor de flycard. Je kunt dus niet de RC Plus van bijvoorbeeld een M300 of een M350 daarvoor gebruiken. Nou, naast die cargo box hebben we ook nog een winch systeem voor eronder. Dan wordt eigenlijk dit omgebouwd, dat landingsstel eronder uitgaat, de cargo box eronder uitgaat en dan komt hier aan het midden een winch systeem te hangen. Dan heb je ook niet meer deze ronde landingspoten, maar dan heb je eigenlijk vier poten op de hoeken. En dan zit er een lier systeem in die 20 meter kabel heeft. Dat lier systeem kan dan ook, zodra de cargo op de grond komt, de haak loslaten om de haak weer omhoog te halen. En daar zit ook swing control in. Dat betekent dat het toestel op het moment dat er een payload onder hangt die wat verder naar beneden hangt en die payload begint te zwaaien, dat het toestel dat kan detecteren en eventueel ook automatisch kan tegengaan om te zorgen dat de payload die eronder hangt niet te hard of te veel zwaait tijdens het vliegen. Nou, als we dan door naar de achterkant gaan, dan hebben we hier nog de laatste radar zitten waar ik het net over had. Dat is dus technisch eigenlijk dezelfde radar die we aan de voorkant bovenop vinden, maar dan op zijn zijkant aan de achterkant, zodat we altijd een goede radardekking volledig rondom het toestel hebben. We hebben hier de twee andere antennes die aan de achterkant zitten en verder de dichte body met dus weer de RTK-antennes die we ook aan de voorkant zagen. Nou, ik hoop dat je op deze manier een beetje een beeld hebt gegeven van de DJI Flycard en hoe groot het ding nou eigenlijk in het echt is. Mocht je hier nou meer over willen weten of hem een keer willen komen bekijken, dan kun je uiteraard terecht op droneland.nl of in een van onze winkels.